Het belangrijkste is dat we allemaal een beetje samen blijven. Er zijn een paar punten dat we moeten oversteken, dat vrij druk zijn. En dat we het zo'n beetje veilig houden. KVB vroeger, alleen nu nog, we deden ook kersttochten. We hebben dat in Bornem allemaal meegemaakt, maar dat waren de traditionele kersttochtjes. Dat was een stalletje gaan zoeken en daarna een keer goed eten en zo. Dat was altijd zo diezelfde. Maar nu, dat was een andere kersttocht. Maar op bepaalde momenten gaan we door straten gaan. Ik weet niet wat het nu is. Dat je zult denken, we zitten hier in Afrika. Hè. Dat is allemaal die auto's er allemaal. Ze zijn er aan auto's aan het werken. Er waren er een zwijnde kulas aan het vervangen. Dat was daar op straat allemaal. Dat was... Wordt gebruikt als patata. Ah, zoals dat wij. Het wordt meer en meer gekleurd, zullen mannen. Ja. Straks gaan ze zeggen, wat komen jullie doen? Ja, er is... verloren gelopen. Er is wel een straat, wat je gaat denken, ja. Dus hier zit men wel zo een beetje in het centrum van de autowandel hier. Ik heb dat misschien al gezien. Spijtig, het is zondag, ze werken vandaag niet. Allee, toch niet op straat lekker. We zijn hier eens geweest in de week. En dat was hier echt een garage hier, op straat. Hè. Per dag worden hier ongeveer 1500 auto's verhandeld. Verder zijn er een aantal hoofdrolspelers. Om te beginnen heb je de Libanezen. Je moet maar een keer zien, Ginter staat er daar in de lijst. Wie dat er allemaal zeer sterk vertegenwoordigt in de autohandel, die de Afrikaanse avens controleren en die de rol van dooraanvoerders op zich nemen. Je hebt ook de groep van de reizende ondernemers. Zij komen voor enkele maanden naar Brussel om tweedehands auto's samen te stellen en te exporteren. Dat hebben we hier dan wel op straat gezien, die auto's samenstellen. Letterlijk. Naast de legale handel is er ook een informeel circuit. Moet je niet vragen, hè. Hierin werken de meest kwetsbare groepen, zoals veel mensen zonder papieren. Hun activiteiten missen een officiële vergunning. Maar dit is ook vaak hun enige manier van een inkomen. Het gemiddelde inkomen is €4.467. Dat betekent €372 per maand. Probeer daar maar een keer rond te komen. Het thema van welzijnszorg dit jaar is: armoede is geen kinderspel. En ik denk dat het de buurt is om dat duidelijk te maken. Nu hebben we er natuurlijk een ganz ander beeld van. Als je Kuregem bekijkt, dus hoe dat ze die in beeld brengen als het op tv komt of het is nu gelijk wat, dan hebben we een beeld van Kuregem. Amai, daar gaan we niet heen, want daar durven we niet heen komen. En we hebben er nu wel een andere kijk op gekregen. Ik had eigenlijk alleen het beeld wat via de televisie tot ons gekomen is. Mensen zonder papieren hier in de kerk. Een vriend van mijn dochter die woont hier in de buurt. Dus via die weg wist ik ook ongeveer. Kuregem is een moeilijke gemeente met heel veel vreemden. Maar hoe die mensen hier nu echt woonden of leefden, wist ik eigenlijk helemaal niet. Ja, hallo, de KWB hier. Oh, gelukt mannen, gelukt. We zijn een sociaal-artistieke instelling. We geven hier cursussen aan kinderen en ook volwassenenonderwijs. Er zijn zoveel mensen bezig met goede dingen. En dat geeft mij hoop. Ik denk dat dat een fantastisch initiatief is. Ja. En ik moet zeggen, wij hebben geen moment ergens bang gehad of schrik gehad van ja, want die verhaal, die cowboy-verhalen van overvallen en criminaliteit en zo, ja, daar hebben we natuurlijk, dat hebben we niet gezien. Maar wij waren vrij gerust in, maar hetgeen dat wel indruk maakte, dat was de activiteiten hier in Kuregem vooral. Vooral hetgeen ons imponeerde, dat waren als we daar door die straat gingen van die auto's, waar dat ze die auto's aan het veranderen waren, die trafiek, die gebeurtenissen. Op bepaalde momenten was dat daar een open garage, daar waren ze door auto's aan het ontmonteren, aan het demonteren. Dat we zeggen, wat is dat hier? Wat gebeurt er hier? Wat gebeurt er hier allemaal? Maar als je dan een keer echt een serieuze uitleg erover krijgt, wat dat die mensen doen en wat er hier allemaal gebeurt, wat dat ze doen voor een klein beetje te kunnen verdienen hier.
dan heb je er wel een andere kijk op hier. Hè. Dan heb je er een andere kijk op. Het is hier op dat plein dat die rellen geweest zijn, hier zeker, Lydia? Ja. Maar dat die polisten nog redelijk hardhandig opgetreden. En dan hebben ze nou een... Allee. Dat is hier uit dat serieus gekletterd hier. Hè. Dat is hier. Het is misschien best door. Ik heb ze niet gezien natuurlijk. Hè. Ja, daarom moet je hier wonen, denk ik. Hè. Ik kan me voorstellen, we hebben nu een beeld van, oh, er gebeurt veel. Maar als je hier dag in dag uit woont, dan kan het misschien wel zijn dat je zegt, ja zeg, ze mogen weer terug naar Afrika. Het zou kunnen. Hè? Dus wat wij nu gezien hebben is maar een facet, een aspect, eigenlijk van wat er hier leeft. Ja. Het laatste is de kerk. Welkom. Ik hoop dat jullie echt genoten hebben van deze tocht. Dat jullie het een en ander geleerd, meegemaakt hebben. Niks negatief natuurlijk, dat eerder een positieve wandeling is. Alleszins ook bedankt dat jullie het aangedurfd hebben van tot in Brussel te komen. Tot hier in Kurichem, want Kurichem heeft niet altijd een heel positieve... komt niet heel positief over in de media. Het is eigenlijk een aangename buurt. Music,